Een forse tegenvaller voor loonbedrijf Tolsma uit Zum. Maandagmorgen was het bedrijf bezig met het schoonmaken van het Harlingerstrand. Daarbij raakte een graafmachine en een tractor met kiepaanhanger vast in het zand en de modder van de Waddenzee. Het was opkomend tij en de bedrijfsmachines raakten steeds vaster in het slip. Als de zomer begint, dan moet het strand bij Harlingen altijd schoongemaakt worden. Dat is een hele klus, want in de winter komt er allerlei viezigheid op het strand. Een natuurlijke begroeiing die uit de zee daar aanspoelt. Er ligt dus een soort drapachtige laag. En die moet schoongemaakt worden. En dan wordt er nieuw zand opgespoten, zodat de badgasten bij het Harlingerstrand, het is niet zo groot, maar we zijn er in Harlingen wel trots op, daar lekker in het zand kunnen liggen. Dan was de bedoeling om die prut een eentje de zee in te brengen. We staan hier op de Zuiderpier. En langs die Zuiderpier zou dus die prut weggebracht worden. En daar waren kranen voor nodig. Maar die kraan die zakte dus in de blubber. Want eigenlijk is het een laagje zand met daaronder een enorme laag slip. En die kraan is daar te zwaar voor. En die is daar dus ingezakt. En aan deze versnelde opnames kunt u zien dat er echt met een gigantische snelheid dat water omhoog komt. Het is vanmiddag om 3 uur hoog water. We staan hier nu 1,5 uur naar dit tafereeltje te kijken. En eigenlijk verwachten we niet dat het nog opgelost gaat worden. Maar net is op de dijk, op de Westerzeedijk, een grote kraan aangekomen met rupsbanden. En die moet het zaakje eruit gaan trekken. En of dat nou lukt, dat gaan we nu bekijken. Ja, het is eigenlijk strontvervelend. Het is hartstikke jammer. Maar het is niet gelukt. Die kraan die erbij gekomen is, die rupskraan, die verloor. We hoorden een enorme knal en toen verloor hij zijn rups aan één kant. Toen kon hij geen kracht meer zetten. Gelukkig kan die kraan dankzij zijn arm zichzelf terugbrengen naar het strand. Maar hier staan dus twee apparaten waarvan leidzaam moet worden toegezien dat het zoutwater steeds hoger komt. Het duurt nog bijna 3 uur voordat het hoog water is. En dan al die computerapparatuur die erin zit. Want het zijn natuurlijk hele moderne apparaten van Tolsma uit Tjum. Ja, ik denk dat die als verloren moeten worden beschouwd. En dat zal wel een verzekeringskwestie worden.